Kijkers, op 8 december heeft mevrouw Ivy Shitu haar 50ste jaardag gevierd. En dat deed zij op bijzondere wijze, want ze zegen de bewoners van het bureau van dak- en thuislozen met broodmaaltijden en in de middag ook met warme maaltijden. In de volgende beelden kunt u waarnemen hoe de 50 broodmaaltijden en de 75 warme maaltijden worden verstrekt aan het bureau van dak- en thuislozen. Mensen die graag zo'n nobele daad willen verrichten, kunnen altijd contact met ons opnemen. Vandaag, 8 december, hebben we een jarige, mevrouw Ivy Shitu, die is vandaag 50 jaar geworden. Ook zij heeft gedoneerd aan Stichting 1 voor 12, zodat de dak- en thuislozen vandaag voorzien kunnen worden van voeding. Meneer Vismalen, we staan hier bij dak- en thuislozen. En weer een jarige. Inderdaad, mevrouw Shitu willen we op de eerste plaats feliciteren. En zo volgen vele onze uitzending en doen het zo als wij het ook doen om mensen te gedenken. We hebben maaltijden verstrekt aan de dak- en thuislozen. We hebben drinken, we hebben brood ook verstrekt. En ja, zo is ons dag gegaan met ons project. En ik bedank nogmaals onze donateur die dit mogelijk heeft gemaakt. Wij van Stichting 1 voor 12 zeggen natuurlijk bij een felicitatie van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren na deze. En een... Hiep, hiep, hiep. Hoeré! Mevrouw Shitu, gefeliciteerd. Hoeré! Hoeré! Wafeljari tinde. Wafeljari, wafeljari, wafeljari tinde. Hiep, 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 hiep. Hoeré! En aan de reactie nog de, maar toch, eens even barak, hiep, hiep, hoeré. Amen? Halleluja! Omdat alles wat naar mijn mama en papa is, weet je toch? Ja. Hij rijdt uit net, maar toch weet je wel. Hip, hip, hip! Want zonder intuïtie, hè? Ja? Amen!